Dus die naam. Dinant heeft vandaag ook beeld, eindelijk. Ja. Na 5 podcasten, volgens mij. Heeft we hebben allemaal beeld. Mm-hmm. Ja. Maar Dinant. Ja. Hoe is het in de liefde? Je hebt niet, dus. Oh. En bij jou dan, Tim? Nee, Arjan, hoe is het bij jou in de liefde? Wat? Heb je Koningsdag? Ja, die was goed, man, mijn Koningsdag. Nee, maar hoe gaat het met je, met je? Je was een nieuw Koningsdag. Oh. Oh. Wat lekker gezellig, gezellig samen met een paar vrienden bij 538. Oké. Okay. Maar weet je, ja, maar de mensen die dit luisteren, die zijn dus wel heel erg benieuwd naar aanleiding van de vorige podcast. Of het nou nog iets is geworden met die date. Met vriendschappelijk. Dat is niet, het was een heel leuke date. Het was gezellig, maar ook vriendschappelijk. Oké. Okay. En Kim, hoe is het in jouw liefdesleven? Dat is volgens mij best wel duidelijk. Ik heb duidelijk? Voor mij is het niet duidelijk hoor, want je hebt nog niks geantwoord. Nou, ik heb toch gewoon al langer dan een jaar een vriend, dus... Oh, stel je voor. Ja. Maar is het All You Need Is Love broadcast geworden? Ja. Oké. Okay. Dinant. Nee hoor, Dinant. Hoe is het? Hoe is het met... Hey Tim, hoe is het met jou in de liefde dan? Kom op man. Ja, tel jij die dingen? AI-bot of Snapchat? Waar is je crush? Waar is je crush? Je hebt een crush op een man. Stel ik een AI-bot van Snapchat. Die vond ik namelijk... knipt zijn eigen gedeelte, knipt hij er straks uit. Ja. Nee, dat mag niet. Nee, het gaat super goed in de liefde. Ja, zo. Ja. In Praag? Dat was leuk in Praag. Ja, heb je nog liefde gevonden in Praag? Niet, nou ja, tijdens Praag wel. Oh. Maar niet in Praag. En ook niet bij Praag. Tijdens Praag? Hoezo nou weer tijdens Praag? Ik vond je wel een match met een van die apen in de dierentuin. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb die story echt veel te veel volgespamd. Maar goed. Oké, maar de mensen die zijn dus nou gewoon heel benieuwd hoe was de mol? Huh? Is dat praten wij over de mol? Ja, oké, ik denk ik gooi het balletje even op. Huh? Oh, nou, dan doen we even snel het intro, ja? Ik dacht heel even dat er een rat langs liep. Maar goed, Dat gaat ook nooit goed. Hoe kan er een rat langs liepen? Nee, jongens, even serieus nou. Ja. Welkom in Brok. Dit is wel echt teleurstellend. Kim vindt het ook niet grappig. Die zit zo te kijken van gaan we nou beginnen of niet? Ja, nou maar zeg maar, ik zit hier in Duitsland en mijn koffers staan zeg maar hier letterlijk nog. Ik moet alles uitpakken. Mijn moeder zit beneden met mijn zusje iets lekkers te eten. En ik ben hier zo voor jullie, maar ik wil ook wat eten. Heb je pech? Dus open die procast. Welkom in Procast. De Mol podcast van De Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen en alle andere geheime dingetjes en dangetjes met Dinant, Arjan en Kim. Zo, dat was een snelle, hè? Nee, je kan Dinant volgen op. Je kan. Dinant. Ja, sorry. Praat u daarheen. Ik ga gewoon lekker verder. Dinant praat dus te veel. Ja, ik praat lekker veel. Dinant, waarop kunnen we jou volgen? Op Instagram op widm-2023-hees. En Kim, waar ben jij bekend van? Je kan me volgen op YouTube, op Kim Kogé. En ook op Instagram, Kim Kogé. En Arjan, waar kunnen we jou vinden? Instagram, Mollejagers. Huh? Ja, Mollejagers. Mollejagers. Naam toch veranderd? Mollejagers.
Ben jij de mollenjagers? Ja, nee, niet de mollenjagers. maar mollenjagers. en een ander toch 2023. Ja, nou ja, en je kan mij natuurlijk volgen op Tim uitroepteken. YouTube. Maar doe maar gewoon, voor de 1600 abonnees, doe maar gewoon. En op Insta. Tim op YouTube en @demol_pro. Zo, hebben we onze promotie ook weer volgebracht vandaag. Nu gaan, neem dan ook gelijk even de flessen van Airup. Nee, grapje. We gaan beginnen. Wat vonden jullie van de aflevering? Ik moet heel goed in mijn geheugen graven voordat ik weer iets een leuke hint kan bedenken. Graaf als een mol dus. Ik ga even naar mijn schemaatje. Arjan, wat vind jij van de aflevering? Ik vond het een top aflevering. Ik vond het echt weer genieten. En de opdrachten waren er zo goed over nagedacht. Deze keer. En vooral de laatste opdracht. Maar daar spreken we straks nog wel meer over. Maar wat zat het goed in elkaar. Wat de complimenten. Mm-hmm. Echt als eerste voordat je er iets gaat zeggen. Echt compliment aan de makers gewoon. En ja, en na de rand. Dan komt de executie. Ik ga geen namen noemen. Maar eliminatie. Mijn tunnel is gewoon letterlijk en figuurlijk gewoon ingestort. Gewoon. Ik vind het leuk. Thomas. Ja. Ik heb je zo hard moeten lachen met de executie. Nee, geen grap. Ik was de aflevering aan het kijken en heel mijn molboekje stond vol met allemaal Thomas-ins. en toen kwam het scherm. Ik was echt zo... Dunant en Arjan. Oh, wat een jammer voor je. Maar en nee, ik zat op Ruben en Lanslot. Nu. Ja, ik zeg ook en Arjan. Ben jij een van die twee? Ja, nee, ik zat maar vol... Dinant zei dat net. Oh. Ik zat vol in de tunnel van Thomas. Ja. Ik ook Thomas. Ja. En nu? Nu? Daar hou ik nog even verrassing. Oh. Ja, wie verdenken we nu? Daar komen we natuurlijk op het eind van de podcast op. Hè? Want we kunnen onze meningen kunnen we nog even uit... En onze hints en theorie kunnen we nog even delen. En dan worden we allemaal helemaal beïnvloed, zoals Dinant elke podcastaflevering. Toen was Kim op zwart beeld. Ja, want Kim moest volgens mij nou nog vertellen van wie zij. Of hoe zij de aflevering vond. Ja, oh ja. Ze was even, denk ik, de tipvraag aan Ruben de Supergraaf. Ja. Oh ja. Supergraaf. Ja. Wat? Nee, niks. Nee, je moest graven. Je moest graven, zei je net. Dus ik dacht al supergraaf wat Ruben zei. Nee, ik moest even kijken welke hints ik nou precies allemaal had. Maar ik weet alweer welke hele leuke hint ik heb. Maar dat was de tweede opdracht. Met waar we de mol live zagen mollen. Oh ja. Maar hoe vond je de aflevering? Ik vond het een hele gave aflevering. Ik vond echt weer gave opdrachten. Dit is echt het niveau wat ik van België elk jaar weer verwacht. Dus ik was heel blij met de aflevering. En ja, ik vond het gewoon fucking vet. Meer dan dat kan ik niet zeggen. Zeker weten. Zoals altijd in België. Ik vind elke aflevering wel vet. Ja, maar ik vond ze allemaal wel wat minder tot nu toe. Maar deze aflevering was echt weer zo'n België aflevering. Vorige aflevering vond ik een beetje in het Nederland. Klopt. Dit is echt waarvan ik zit hier kijken voor dit soort afleveringen. Ja, Arjan, alles. Helemaal met me eens. Ja, alles zat erin. Interactie met de mol. Spanning in de opdracht. Een complete opdracht in de laatste opdracht. Ja, zo'n opdracht, daar kan ik van genieten. Met zoveel elementen. En met zoveel diepgang in. Lagen. Ja, sorry, maar ik kan maar één ding zeggen. Compliment aan de makers. Want dit kennen ze in Nederland niet zomaar bedenken. Nee, precies. Dit kennen ze. Ga je nou Rotterdams praten? Dit kennen ze. Ik zou kunnen zeggen dan. Vooruit. Nou ja. Maar ze komen wel in de buurt met de spookopdracht, moet ik heel eerlijk zeggen, van vorige seizoen. Klopt. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, dat was een beetje hetzelfde, alleen dit is in België gewoon, ja, het is compleet. En het klopt heel goed nog met de film, dat vind ik nog het bizarste. Ja. Oh, met die film, ja. Ja, met de bus. Ja, met de bus. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan beginnen met opdracht 1. Hoe gaan we die noemen? Dinant, zeg jij eens iets? Voor de klas of zo. Voor de klas. Opdracht 1. Leukere. De campusopdracht. Ja, of meester Lanslot, zoals Kim zei. Ja, meester Lanslot, dat vind ik wel een goeie. Meester Lanslot. Sorry, Dinant.
Ja, mag. Ja. Ja, mag. Weet je, ik heb toch nooit zoveel te zeggen. Deze dan slot. Oké, Dinant, leg jij eens even uit voor de kijkers en de luisteraars. Onderbreek ik iedereen hier. Leg jij eens even uit wat de opdracht qua inhoud had. Nou, Lancelot die moest voor de klas gaan staan en die moest vertellen over België. Ze konden, de andere teams konden extra informatie over België vinden in de bibliotheek en die konden ze doorgeven aan Lancelot. En aan het einde kregen de leerlingen een toets. En als meer dan de helft van de vragen goed was of zoiets was het, dan de 3000. Ja, als ze voldoende scoorden. Ja. Nog meer te vertellen? Nou, nee. Ja, de teams, de Lancelot. Ja, de teams, Kattenkwaad en Boekenworm. Ja, en wat moest team Kattenkwaad doen? Bijvoorbeeld, Toetje en Ruben. Weer? Ja. De feitjes, hè, misschien. Feitjes, ja. Die waren zeg maar ook best wel veel geld waard. Dacht ik. Dat waren sowieso vragen. Ja, klopt. Fun facts waren de vragen van de test. Ja, wat vonden jullie verdacht? Lancelot. En waarom Lancelot dan, Kim? Ik vond het ook heel erg irritant trouwens. Maar hij ging steeds klappen om dan weer wat tijd te rekken. Waardoor hij weer minder informatie kon vertellen. En je verwart natuurlijk de leerlingen heel erg door te zeggen... Oh, het is basketbal. Oh nee, het is toch hockey. Oh nee, het is toch voetbal. Ik weet niet precies wat hij zei, maar dan weet... Op een gegeven moment de studenten natuurlijk ook niet meer wat er precies allemaal gezegd en welke het nou precies is. Maar wat me vooral opviel is dat op een gegeven moment mochten ze de toetsen aan het eind inzien. En toen hadden ze allemaal net 4 uit 9. En ze hadden 5 uit 9 goed moeten hebben om uiteindelijk geld te kunnen verdienen. En ik denk dat het komt door de laatste fun fact. Want die is wel gewoon binnengekomen. Die hebben Toos en Ruben op tijd binnengegeven. Maar Lancelot ging dingetjes herhalen en dat we een langer verhaaltje van maken. En zoals hij eerder ook gewoon zei van hier, dit, schrijf zo op. Dat had hij bij deze fun fact ook moeten doen. Had hij dat gedaan, was er geld verdiend. En nu was er geen geld verdiend dus, omdat hij dat niet had gedaan. Klopt. En daar een toevoeging op. Volgens mij doet hij in de allerlaatste minuut, klapt hij nog even een keer. Ja. Ja. Dat is ook heel verdacht. En je weet, op een gegeven moment als die fun fact in beeld komt, dat je dan nog maar een minuut hebt. En dan ga je natuurlijk daar geen tijd meer in rekken, want dat is het laatste minuutje. Maar toch doet hij het nog. En wat schreef hij daar op, jongens? Ik snapte dat echt niet. Waarom liep hij naar die bureau toe? Hij schreef wat op dat papiertje. Hij gebruikt heel dat papiertje niet. Hij houdt het achter zijn rug, legt het weer terug op bureau. Staat daar niet gewoon het antwoord op wat hij gaf in de mol? Toen in de auto. Want ik ben wel de mol, of zo. Of ik ben de mol. Heeft hij dat daar gewoon opgeschreven wel? Ja, wat hij toen in het molboekje had geschreven, bedoel je dat? Ja, maar alleen nou schreef hij eerst iets op het bureau op. Ook op een papiertje. En toen liep hij naar voren, naar de klas weer terug. En daar gebruikte hij heel dat papiertje niet. Hij hield het achter zijn rug, legde het weer weg op het bureau en deed er niks mee. Vond ik heel vreemd. Wat heeft hij daar opgeschreven? Waarom mogen we dat niet zien? Misschien een dingetje die later in de opdracht kwam. Misschien dat hij dat moest onthouden of vertellen. Zou makkelijk kunnen. Dinant, heb jij nog wat verdachts gevonden? Nou ja, dat Lancelot die schreef een keertje de volledige naam niet op het bord. Ja, dat hij het een beetje afraffelde, bedoel je? Ja. Ja, vond ik ook vreemd. En daarna stond het uitgeveegd. Leek het wel vergroot geschreven. Ja, alsof ik het nieuw, opnieuw had gedaan. Ja, hè? Ja. Ik zat ook echt te lezen. Ik denk, heeft hij daar misschien een hint op geschreven of zo? Maar het was gewoon vergroot de naam nog een keer. Ja, dat inderdaad. Je keek heel moeilijk, Tim. Ja, ik was even aan het nadenken. Ik denk, waar hebben jullie het nou over? Hebben we het nog steeds over? Ik vond het briefje echt verdacht. Want dat kan makkelijk in aflevering 9 terugkomen. Omdat dat het antwoord is wat hij dan weer schrijft op wat hij in zijn molboekje heeft geschreven. Ja. En dat doet hij dan daar voor de klas. Want ik vond het zo raar. Moet je maar eens terugkijken. Echt in die laatste 30 seconden. Hij schrijft iets op een papiertje op het bureau. Hij draait zich weer terug om. Begint over die dollar te praten. En houdt dat briefje achter zijn rug. Legt dat briefje weer weg. En loopt weer terug naar voren. Heel raar. Zonder briefje. Ja. Klopt. Wat schrijft hij daar nou op?
Lanswet is ons molletje, jongens. Ja, ik weet het nog niet. Het zou zomaar kunnen. Ik vond Ruben wel minder verdacht in deze opdracht. Die eerste ging natuurlijk fout. Nu is het een best moeilijke opdracht, dus ik vond het toch ergens oké. Okay. Ja, die Tim voor die bureaustoel, nou die heeft Toos gewoon best wel goed gedaan, vond ik. Dat was gewoon een beetje weten. Dat ging prima, dus Toos vind ik daar maar ook niet heel erg verdacht. En die laatste opdracht met die appel had Ruben zo fout kunnen doen, maar hij deed het gewoon. En als mol zou je deze gewoon laten liggen, omdat je tuurlijk weet, twee fun facts sowieso niet. Lancelot hoeft het alleen nog maar een klein beetje op te fucken voor me en de mol heeft het zeg maar gehad. Dus daarom vind ik Ruben ook echt niet verdacht in deze opdracht. Nee, en je hebt het nu over dat Toos het niet is. Het is Ruben is het dus eigenlijk ook niet. Dan hel je het nog Comfort en Lancelot over. Ja, maar Commie kan het niet meer zijn doordat... Hé! Hey! Heb je Lancelot? Ook nog wel in de laatste opdracht heb ik ook nog wel een hint waarom zij het niet zou kunnen zijn. Maar die vertel ik dan wel. Oh ja. Nee, maar Commie kan toch niet. Nee, rood is rood, maar ja, ook al weet je het nooit. Laten we die optie dan open houden voor de mensen die er nog een beetje in geloven. Precies. Want ik moet wel zeggen, deze aflevering, Commie, je deed rare dingen. Dat is Commie niet. Of willen ze denken dat ze rare dingen doet, hè? Dat, ze het dat denk ik ook. Jongens, als Commie de mol is, hè? Ja, dan zou ik me genaaid voelen, want dan is heel die opdracht eigenlijk door de makers gewoon bepaald hoe de uitkomst is. En de kandidaten die hebben geen kans om überhaupt tussen twee mollen te kiezen. Want je wordt sowieso tweede in die test. Ja. Ik denk Arjan. Mm-hmm. Ik denk dat als Commie de mol is, hè, dan hadden de makers de opdracht misschien, de eliminatieopdracht met dat rood scherm, hadden ze misschien iets anders aan moeten pakken. Hadden ze gewoon moeten zeggen wie er was afgevallen. Dan had het wel de mol kunnen zijn. Maar ik denk nu dus niet, want je laat een rood scherm zien bij een kandidaat Commie. Dan denk ik, dan is het niet handig als zij dan echt de mol blijkt. Want dan krijg je zoveel haat over je heen als programma. En dat is ook heel terecht dan. Ja, ik zou het ook terecht vinden. Maar ja, je weet, je hebt altijd twee van die soorten mensen, groepen. Je hebt de ene groep die geloven er nog in. En de andere groep die kijken misschien wat langer of zo. Ik zie het niet gebeuren. En dan kan je verwijzen, het is in een ander land al gebeurd. De mol rood. Maar daar was ook een hoop kritiek toen het gebeurde. Dus nee, deze makers die verzinnen wel een andere twist dan dit. Mm-hmm. Leila had op deze manier geen kans om door te gaan. Ja. Leila heeft al gewoon voorspeld, die moet dan naar huis. En daarom zou ik het ook totaal niet eerlijk vinden, omdat Leila zat van oké, ik kan hier een soort van garantie kunnen krijgen of ik een beetje op een goede mol zit. Zit ik dat niet, kan ik nog vragen indoen. En om als makers de mol die plek af te nemen van een kandidaat, dan geef je eigenlijk gewoon een groot scherm cadeau. En dus sowieso, daar is allemaal vooraf over nagedacht. Hè? Als de kandidaten maken die test, en dan zien ze dus wie de twee kandidaten zijn die het minst goed hebben. Dat zijn dan Leila en Comfort. Comfort had dan toevallig de meeste vragen fout. Die krijgt dan eerst het rood scherm. Maar kan zich vervolgens een soort van terughalen. En dan weten de makers al bij zichzelf, goh, dan moeten we dus Leila ook een rood scherm invoegen in dat hele testsysteem. Dat kan. Ja. Snap je? Dat hebben ze zeg maar van tevoren bij de test, na de testresultaten die bekend werden door hun, voor de makers, dan... Ja, jullie snappen hem. Ik snap wat je bedoelt. De aflevering blijft anders, want anders gaan we te veel afwijken. Ja. Opdracht... Dat alleen, ik denk gewoon opdracht 1, de beste positie is ook als leraar. Ja. Klopt. Ik heb daar lang naar zitten kijken naar die opdracht, maar ook al zat je in het groepje met de boekenworm, of kattenkwaad. Nee, de beste positie is leraar. Jij hebt de eindverantwoording om die leerlingen voor te doen wat, wat ze moeten horen. En de mol weet natuurlijk wat de vragen zijn. Dus ik denk, Lancelot moet het daar wel zijn. In die opdracht als je het ziet. En weet je, om Comfort nog minder verdacht te maken. Thomas heeft meer gelopen tijdens die boeken, bij de boeken, dan Comfort. Comfort is voor mij één keer geweest en Thomas de rest. Ja, klopt. Dus... Als Comfort de mol is, dan is ze daar heel dom. Ja, ben ik mee eens. Maar ze is het niet. Ze komt
wel valse informatie aan Lancelot vertellen. En dan was Thomas niet om haar te corrigeren daar. Nee. Dat is wel zo, ja. Dat is het enige wat ze heeft kunnen doen, maar volgens mij heeft ze dat niet echt gedaan. Want ze heeft alleen informatie doorgegeven als Thomas er wel was. Klopt, klopt. Dus dat zien wij, hè? Dat zien we natuurlijk. Maar we moeten het zien, hè? Ja, en hoe het Arjan zei voordat we deze podcast gingen opnemen, ging hij even wat vragen stellen over onze een overhoring geven. Zo, goedemorgen. Over wat wanneer was, zeg maar, feestdag en zo. Toen had hij het over 2 december 1991, toch? Ja, ja. En Lancelot, die zei tijdens die opdracht, zei hij 1992. Nou, hij heeft natuurlijk heel veel voorkennis en zo, dus hij zegt dan misschien 1 jaartje meer, zodat het lijkt alsof hij per ongeluk een foutje maakt, dat hij het wel een soort van wist. Maar kan hij daar weer heel mooi in spelen met zijn rare trucjes en zo. Ja, en waar ik gewoon in die opdracht gewoon denk, bij dat schilderij, kom op man Lancelot, je bent toch wel slimmer. Als je een man met een appel ziet, dat je niet aan de Great War gaat denken wel. Nee, ja, waarom zeg jij dat gewoon zo makkelijk na? Dan denk ik als mol, je krijgt verkeerde antwoord te horen. Ja, ik noem het maar gewoon op. Maar als je daar als kandidaat moet staan, moet je toch wel een balletje gaan rinkelen dat een appel niet aan een oorlog denkt. En zeker niet Great War. Nee, een Great War. Great War. Beetje raar. Ja, ja, sowieso als ik een appel zou zien, dan zou ik niet meteen denken aan een oorlog. Ja. Maar goed. Dat hebben we denk ik wel opdracht een beetje besproken. En wat Kim al zei, die laatste fun fact wat Kim al zei, die was gewoon supersterk. Daar maakt hij denk ik de beslissende fout waardoor alle kandidaten zakken. Dan gaat hij heel langzaam praten. En dan klapt hij nog even een keertje, waardoor iedereen nog even gaat opstaan en even gaat wisselen van plek. En toen was het ineens nog 7 seconden en toen begon hij het net te zeggen en toen bam. Ja. Net omdat hij bespreekt of dat hij niet kon opkomen op bepaalde woorden. Dat was wel slim hoe hij dat aanpakte. Ja, precies. En hij schreef iets op, maar ja, wat weet ik niet. Ik weet het niet. Als mensen het weten, graag leren. Graag, laat het weten. Zet het in de reacties. Ja, of dat jullie denken van nee, dit is het. Ik denk dat het wel eens kan zijn dat hij een antwoord geeft op wat hij in zijn molboekje schreef in aflevering daarvoor. Ja. Ben ik de mol? Ja, juist. Dat denk ik. En dat is in aflevering 9 dat ze dat laten zien. Zou kunnen. Want ik vond het raar. Het papiertje was van Gene van belang. Hij legt het weer terug. Maar hij schrijft wel iets op. Waarom neem je die tijd? Dus, terwijl je in je eindtijd zit om iets uit te leggen. Dat vind ik nog het vreemde. Ja, en dan gaat hij heel langzaam praten. Hij is de mol, jongens. Kan niet anders, nee. Als iemand anders de mol is, dan sta ik... Helemaal? Dan ga ik iets anders zoeken. Dat heb ik nog niet. Ik heb nog niet. Het kan gewoon Ruben ook zijn. Het kan Toon ook zijn. Je weet het niet. Maar Commie denk ik gewoon niet. Omdat ik gewoon persoonlijk denk van rood is rood. Kijk, Ruben zit niet op de beste plekken. Maar dan gaat hij poepscheppen als mol. Waarom zou je als mol gaan poepscheppen? Ja, waarom pak je als mol 5000 euro? Ja, oké. Okay. Maar als ik mol zou zijn en ik zou ervoor kunnen kiezen om niet te hoeven poepscheppen, als ik dat niet hoef te doen, omdat ik weet wat er gebeurt, dan ga ik niet vrijwillig staan poepscheppen. Nee, ik geef je helemaal gelijk. Ik geef je helemaal gelijk. Ik geef je helemaal gelijk. Ja. Maar zo is het dus van iedereen iets te zeggen dat ze denken, waarom zou je de mol niet zijn? Nee. Want waarom had ik Lancelot afgestreept, was om die 5000 euro. Maar zo heb ik Ruben ook al een keer afgestreept. Zo heb ik Toos ook al een keer afgestreept. Dus dan kom je uiteindelijk uit, iedereen kan de mol nog wel zijn. Van hun 3. Dus dat hebben de makers gewoon uitstekend gedaan. Ja, maar op dit punt... Ik zou niet raar staan te kijken, maar ik denk het is Lancelot. Dus je klopt. Je al verraaien, maar en als je alles... Nee, je denkt nog helemaal niks, Arjan. Dat mag je pas aan het einde zeggen. Nee, je kan er niet omheen. Het is Lancelot. Ik ga straks nog even een mooie hint delen, waardoor iedereen Lancelot de tunnel inkruipt van Lancelot. Nou, ik ga sowieso de Lancelot-tunnel in, hoor. Dat hoef je wel lang niet meer. Opdracht, hè, natuurlijk, die klep. Kan je heel mooi zien als een morsecode, hè? Morsecode. Maar daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog helemaal niet. Ja, dit is toch opdracht 1 nog steeds? Ja, we zijn nog steeds bij opdracht 1. Oh ja. Klap, klap. Nee, maar klap, klap kan je dus zien als een morsecode, M. Ja.
Lekker simpel. Ik vond hem goed gevonden. Ik weet niet wie hem had gevonden, maar goed gevonden. Nou, volgens mij op de mondengroep uit mijn hoofd op de Facebookpagina. Mondengroep BE. Ja, toen gingen ze naar de rolschaatsbaan, hè? Rollen disco. Oh, ja, wat vonden jullie van die shots? Nog iets verdachts gezien of was het gewoon leuk? Ik had zin in om te rolschaatsen op dat moment. Ja, daar heb ik wel iets leuks gezien. Oh nee. Een leuk montage werkzaamheidje. En het is een leuke voor in de tunnel als je in Lancelot tunnel zit. How are you? Zegt hij tegen twee dames. En dan geeft hij als antwoord, I am fine. En wat heeft de mol verdiend? Het opdracht daarvoor? 0 euro, I am fine. Leuk gemonteerd. Dus de mol geeft antwoord op hoe hij zich voelt aan die dames. Ja, de mol voelt zich natuurlijk gelukkig. I am fine. Ja. De mol. Dus die vond ik wel leuk gemonteerd, want dan zegt hij gelijk na die opdracht. Okay. Iemand anders nog iets verdachts? Nee, ik wil door. Ik wil heel graag door. Ik probeer Arjan hier niet af te zwakken in zijn mooie theorie, maar... Nee, joh. Dit was gewoon weer leuk. Ik vind die montages altijd leuk. Ja. Klopt. Want Thomas hadden we ook... Nou, dat ik terug zit te kijken, hadden we gewoon kunnen zien dat Thomas afviel. Ja. We hadden het gewoon kunnen weten qua montage. Tien had nog iets... Oh, sorry. Dat hij 100% wist wie de mol was, bijvoorbeeld. Dat is een uitspraak weer. Dat is meestal als je zoiets zegt, dan val je af. Ja. Nou ja, ik vond het in ieder geval leuk dat ze dat wel alsnog lieten zien, zeg maar, dat rollerschaatsen. Ja. Uitstellen. Even een leuk uitje. Even het groepsgevoel er weer ingooien. Na die stomme opdracht van Lancelot. Ja. Nou. Opdracht 2. Dinant, jij mag weer uit gaan leggen hoe de opdracht in elkaar zat. Want we hebben hier natuurlijk weer heel veel gehoord bij opdracht 1. Ja, want twee setten met kaarten. Een set van plus en een set van min. Min was voor de mol en de plus was voor de kandidaten. En ze mochten elke keer doorgaan of stoppen. En uiteindelijk mocht de mol dat ook doen door een signaal door te geven met de kaarten. Mooi, nu mag Kim. Ja. Oké. Ik ben nog bij de auto, want daar kwam ik, die heb ik uiteindelijk niet in mijn video gedaan, want daar kwam ik later achter. Dus dit is een speciale hint voor jullie. Exclusief. Ja. De handlanger, die werd natuurlijk, zeg maar, de mol die stuurde hem aan. Dus wat de mol zei, zei de handlanger ook. Ja. De handlanger zegt, hij vertelt mij wat ik moet zeggen. Dat betekent dat de mol sowieso een man is. Dus daardoor kunnen we Commie sowieso afstrepen. Ja, dat is helemaal top. Ik heb het signaal van de mol gevonden. En dat is? Want de mol gaat natuurlijk niet zijn signaal geven op het moment wanneer Gilles zegt, oké, dan mag je nu je signaal geven. Want iedereen houdt je in de gaten. En ja, tuurlijk. Dingetjes doen om je verdacht te lijken, wat dan ook. Ja. En ik weet niet wie het zei, volgens mij zei Commie het, maar die vond Lancelot ook erg verdacht. Hij zat de hele tijd aan zijn bril. Ik denk dat wat het was, ik heb er een fotootje van. Ik heb hem nu niet op mijn telefoon staan, dus ik kan hem op het moment niet doorsturen. Maar ik zal hem later doorsturen, zodat Tim hem gewoon kan laten zien. Elke keer als hij wou doorgaan, liet hij zijn handen omlaag of zijn arm omlaag. En op het moment dat hij wou stoppen, zat hij met zijn arm omhoog of hij zat in zijn haar of zijn arm was in ieder geval omhoog, waardoor je zag, oké, hij moet stoppen. En aan het eind, hij ging zelf natuurlijk als laatste. Dat is natuurlijk de perfecte plek voor de mol. Want dan kan je een beetje kijken van, oké, moet ik veel risico gaan nemen? Kan ik een klein beetje geld verdienen? Moet ik extreem veel eruit gaan halen? Kan je lekker risicovol spelen? En toen deed hij natuurlijk het kruis. Dus het ene arm betekende, ik stop zelf. En het andere arm betekende, de mol stopt. En dat gebeurde ook op dat moment. Dus hij heeft natuurlijk ook 0 euro verdiend. Nou ja, je wil er natuurlijk het liefst dingetjes uit. Maar 0 euro is ook prima, want er was maar 500 euro of zo verdiend. Dus ik denk dat hem al sowieso erg tevreden was hier zo. Maar ik denk dus dat het signaal was en dat we hier Lancelot hebben ontdekt. Dat was mijn... Zo, ja. Ja? Nou ja, als jij die foto even doorstuurt naar me, dan ben ik er wel benieuwd naar. Hij staat op mijn laptop, maar mijn laptop heb ik niet mee. En die heeft mijn vader, die is thuis. Dus die gaat hem nu doorsturen, hoop ik. Wacht, je vader is thuis? Ja, die wil niet mee. Hoezo niet?
Maar ik ben met mijn opa en oma en mijn moeder en mijn zusje, dus het is ook leuk. Oké. Okay. Nou ja, dat kan toch. Ik heb een konijn passen thuis, dus. Ja. Over Lancelot met zijn gebaren heb ik nog iets. Ik had een post. Oh, ik had een post, jongens. Echt? Ja. Een post? Ja. Nee. Vandaag had ik een post geüpload. Met daarin iets heel raar. Het is een heel raar iets. Het is een gebaar van Lancelot. Mm-hmm. Ik ga ook even koekeloeren. Ja, kijk even op mijn mooie Insta. Welke Tim op YouTube? De Mol. De Mol. Nee, Tim. Nee, ik zie ook niks. Waarom doet hij het nou die niet? Gebaren. Ja. Als jullie allemaal gewoon even op mijn Insta kijken. Ik heb Ja, nou ja, hij doet dus een beetje gek zo met zijn handen. En dat shot wat erbij hoort, dan doet hij zeg maar een beetje zo. 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 Dus ja. Een beetje dit. Weet je. Zoiets doet hij. En dat vind ik heel raar. Want terwijl iedereen naar Ruben zit te kijken die daar zit, doet hij het. Dus wanneer iedereen niet kijkt, doet hij ineens zo. En Toast die zit ernaast met zijn hoofd, maar die ziet het blijkbaar niet. Die ja, inderdaad, Kim. Ik vond dat een beetje raar. Ja. Ja. Ja, raar. Ja, raar. Ja, het kan van alles zijn. Ik weet het niet, jongens. Het kan iets zijn, het hoeft niks te zijn. Wat ik zelf denk is dat het gewoon echt iets heel kleins en iets heel doms is. Waar we gewoon allemaal overheen kijken. Klopt. Maar je ziet hem wel echt gewoon... Alsof hij een kaart of een boek vasthoudt of zo. Die je bijna zegt van, doe even je kaart zo of zo. Want conclusie vind ik wel dat de mol hier een beetje laf is geweest. Een beetje weinig heeft durven gokken. Stop eens. Waarom zijn er twee Kim Kogees? Ja, ik ben er op een of andere manier uitgegaan. Huh? Weet je? Er zijn... Dubbelrol. Dubbelrol. We hebben de mol. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Kan je die andere kicken of zo? Er zitten twee Kim Kogees in de chat. Hoor die ene maar weg. Ja, goed zo. Ah, je hebt echt gedaan. Ik weet niet. Die viel gewoon opeens uit en... Nee, maar... Terugkomend. Ja. De mol vond ik wel weinig durven om te gokken in deze opdracht. Ik vond hem een beetje terughoudend met de bedragen waar hij op die pas zei. Klopt. Ik had nog wel een paar keer doorgegaan als mol zijnde. Hij durfde weinig gokjes te wagen. Er zat -1000 in. Ja, daarom. Ja. Ja, waarom ging hij daar niet voor? Lekker doorgaan. Lekker door, hup. Ja, zeker met als je 500 hebben ze verdiend. Ja, dus speelt geld eruit. Veel. Ik vind het nog best veel. Ja. Hij durfde bij die 200 ook. Waarom pas je nou bij -200? Die laatste. Precies. Leuk, maar nog iets fout. Gooi en gewoon dat geld eruit. Nee, maar waar ik naar zat te kijken, dat wil je toch niet als mol. Dus dan gaat er iets fout met zijne. Dus ik zat te kijken, waar gaat er dan iets fout met zijne? En daar zag je wel dat Lancelot zijn kopje opliften, maar eigenlijk een beetje weer gelijk terugzetten. Kan zijn dat de mol, de handlanger, het verkeerd heeft begrepen, daarom toch paste. Dat zou zomaar kunnen, ik weet het niet. Ik zat daar naar te kijken. Ja, je was er niet bij. Ja, als mol pas je toch niet op -200? Lijkt me heel raar. Ja, klopt. Je moet gewoon verder gaan als mol. Ja. Kan ook, inderdaad wat je zei, kan ook gewoon een foutje zijn, hè? Ja, dat die zijn heeft, ik heb begrepen. Dus ik zat te kijken of er iets van een foutje ging of zo. Of dat hij een gebaar miste. Of dat hij iets verkeerd deed. En dat viel alleen op dat hij iets met zijn kopje deed. Dan zet hij gelijk weer terug. Mag ik trouwens zeggen dat ik die handpop, die man zelf, vond ik echt een NPC hier. Het is toch zo? Ja. Ja. Hallo, ik ben de mol. Maar daarop terugkomen, hè? De interactie is wel alleen aan Lancelot, hè? Dat vond ik wel heel apart. Ja. Die was volgens mij gedeeld, ik weet niet meer door wie, uit mijn hoofd, maar maakt niet uit. Maar wat bij Guido. Bij Guido in zijn video. Wat opviel, was dat de mol niet sprak tegen Lancelot als enige. Ja, dus de handlangpop. Ja. En dat vond ik een hele goeie. Want ja, hoe kan nou de mol interactie hebben met zichzelf?
En ook werd de montage heel vreemd richting Lancelot omgemonteerd. Dat hij zichtbaar was op een bepaalde keer of dat hij bij de mol was. Ik vond het een beetje raar gemonteerd. Dus daar kan je wel zien van oké, het wijst een beetje erop dat Lancelot de mol is. En dat er weinig interactie is met Lancelot zelf. Omdat hij tegen zichzelf praat. Ja, eigenlijk. En omdat er geen vragen worden gesteld vanuit de mol richting hem. Hij geeft alleen antwoord. En dat vond ik verdacht. Ja, snap ik. En toen ik het hoorde. We hebben nog iets. We kunnen namelijk een beetje eruit leiden dat Ruben Toos verdenkt. Spannend. Ja. Ruben die zegt in zijn biecht, ik vond het wel verdacht dat er heel veel dank u werd gezegd. Misschien was dat wel opvallend. Zei hij zeg maar zo in zijn biecht ongeveer. Ja. En wie zei er heel veel dank u? Toos. Ja, maar Toos deed het een beetje om verdacht te lijken. Weet ik. Maar uiteindelijk, zegt hij bij de test, zegt Ruben ook nog een keer. Ja, Toos deed dit en Toos deed dat. En Toos die was aan het rijden, die reed over het autootje heen. Waar we in opdracht 3 mee komen. Dus... Kijk, dat is hem. Dat is mijn hint. Ik krijg een WhatsAppje binnen. Van wie? Van wie? Nee, dat is niet van die nat. Oké. Okay. Nee. Wat een mooie foto, Kim. Goed, hè? YouTube Kim. Ja, maar ook de uitspraak van de handlamppop vond ik ook een beetje richting Lancelot. Hoe Lancelot gewoon is. Ja. Ook die let's do this in het begin, vond ik heel opvallend. Dat is ook iets wat Lancelot zelf tijdens de groep zegt. Let's do this, guys. Ja, let's do this. En dat vond ik heel opvallend, want dat is de enige die dat zegt, is Lancelot. Ja, trouwens. Ook we... de eerdere aflevering. Opdracht 3. De mooiste opdracht van het hele seizoen tot nu toe. Het wordt hier steeds donkerder. Hè? Zo, even wat licht gecreëerd. Arjan zet even de kleur van Daniel aan, toch? Nee, de mooiste opdracht van het seizoen. Opdracht 3, zei ik. Vind je? Ja, zeker weten. Ik vind het de mooiste opdracht. Ja, gewoon hoe die in elkaar is gezet. Het klopt helemaal met de film. Je werd gewoon meegenomen of het een film was. En dat vond ik wel knap van de makers. Alles zat erin. Elementen, alles zat erin. Daar had ik nog een leuke hint van. En ook daarin denk ik van... Oké, sorry hoor, dat ik nog heel even hier onderbrak, Tim. Goed, maar ook daarin denk ik van... Oké, wat wil je als mol? In welke positie wil je zitten? Dan wil je sowieso in de bus bij de bom. En ja, wat wil je dan? Laat de rest maar de opdrachtjes doen. Laat iemand anders maar achter het stuur zitten. Ik wil dichter bij de porto zitten, zodat ik het contact heb met de andere groep. En dan is er maar eentje over. Ja. Lancelot. Ja, dat is Lancelot. Ja. Ja. Dat is maar Lancelot. Voor de mensen die de Toos-tunnel, ik heb nog even een vergezochte hint. Oh, nou komt het. Ja, nu komt het. Je had in het begin van het seizoen, had je de film Twin Peaks, toch? Twin Peaks. Ja. Nou, tweeling, leuk. De beginletter is een T, toch? Onthoud het. Ja? Ja. Oké. Dan, komt die. Heb je in deze aflevering heb je de film Speed, ja? Ja. Dat begint met de letter S, ja? Ja. Als je nou twee oogjes, je weet wel van die verdachte oogjes, zo'n emoji, ertussen plakt, tussen die twee letters, dan krijg je een soort van Toos. Die is echt heel ver. Man, ik sta bijna uit de tunnel, man. Dat is... Hij toch begint daar te wankelen. Zo goed vind ik deze. Is toch een goede hit? Ja. Mooi moeten. Net zoals super gaaf, vind ik nog steeds verdacht. Ja. Dit is echt slecht. Ik kreeg allemaal reacties van dat kan in België gewoon. In België is dat gewoon ook super gaaf. Toen dacht ik, ja. Dan vind ik de hint beter die... volgens mij was je bij Trustnobody gedeeld. Met de toetsen van de combinatie die je moest maken met de code. Voor de laatste code als de bom in zicht komt. Ja. Daar stonden op de bovenste letters bijna de initialen van Lancelot. Oh ja, Lan toch? Ja, Lan. Ja. Alleen dan niet in die combinatie. Wel ietsje door elkaar heen. Maar er stonden wel N en C, geloof ik. L, N, A, C op de eerste balk. Ja, nou ja, Lans. Lens. Lens. Dat was een afkorting
dingen in het seizoen. Veel kan ik dan een kandidaten noemen hem Lens. Ja, precies daarom. En daar was het verdacht, als je ermee husselt, dan staat er Lens. Ja. Ja. Dus wederom een leuke hint richting Lens. Dat... Al vind ik die van mij sterker richting Toos. Nee. Ah, ik vind ik zeg ook, als je de koplampen van de bus mee had gerekend, had je ook als twee ogen kunnen zien. Ja, de bus heeft natuurlijk twee koplampen. Dat zijn ja twee ogen. Maar ja. Zijn er ook al films voorbij gekomen die beginnen met de letter O? Nee. Ga je het uitzoeken? Dan ga ik even een anti-hint naar Comi vertellen. Ga je het even uitzoeken? Yes. Nee, aan het eind van de opdracht moesten ze natuurlijk de kleur onder de bus bepalen. En Ruben die zag geel. Comi die zag groen. Comi had het uiteindelijk goed. Maar als Comi de mol zou geweest zijn, had ze natuurlijk heel makkelijk met Ruben meegegaan van... Oh, jij zag geel? Prima. Ik weet dat dat fout is, dus we zeggen gewoon geel. Dus... Dat vond ik heel erg niet verdacht van haar. Of haalde Comi daar een Uma-actie uit? Dat zei Axel op de livestream bij mij. Zou kunnen. Nee, maar dat denk ik niet hoor. Ik denk dat je gelijk hebt ook, Kim. Want Uma was als enige met één kandidaat daarboven. Maar ja, ze had daar een Uma-actie uit kunnen houden. Door de goede kleur te noemen. En dat anderen haar verdenken. En dat ze dan voor de verkeerde gaan. Maar ik denk niet dat iedereen Comi verdenkt. Nee. Behalve Giovanni, toch? Ja. Wie? Giovanni Haak. Oh, verdenkt die Comi? Die verdenkt Comi. Ja, maar mag. Mag. Dus. Maar Comi is niet de mol. Ik kom niet naar luisteren, joh. Nee, Comi is niet de mol. Leuke hint. Ik dacht, ik vertel het meteen allemaal. Want dan kunnen jullie daarna weer lekker doorkwemmelen. Precies, dankjewel. Nee, maar is goed. Die vond ik niet verdacht, want die had natuurlijk heel erg makkelijk net onder die 20 miles per uur kunnen gaan rijden. Maar dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Ook bij flitspaal heeft hij het gewoon heel goed gedaan. Lanslot vond ik daarin wel weer verdacht. Hij had natuurlijk de verkeerde persoon gekozen. Terwijl Thomas nog wel twijfelde of ze nou de goede hadden. Maar Lanslot was het erg aan het doordrukken van nee, het is deze. Maar dat was natuurlijk compleet fout. Aan het eind van de opdracht liet hij Toos kiezen. Gaan we geel of voor groen? Als Toos zei natuurlijk uiteindelijk geel. Nou ja, dat was prima, want het is toch wel fout. Dat weet je als mol. Maar als hij groen had gezegd, kon natuurlijk Lanslot nog een beetje in discussie gaan. Misschien nog Thomas er een beetje bij betrekken. Van ja, maar ik vertrouw toch meer de Ruben. En Lanslot stond echt op het plekje waar hij zeg maar chaos kon creëren. Nog meer tijd kon rekken. Om dus die bom af te laten gaan. En dat had hij kunnen doen. Hoeft uiteindelijk niet. Maar hij stond op de perfecte plek hiervoor. Klopt. En hij had een telefoon. Hij had die portefeuille in zijn hand, toch? Precies. Ja. Dus hij stond op de ideale molplek. Ja, maar ook echt gewoon op de ideale molplek, inderdaad. En als het nou één keer voorkomt in het seizoen. Maar toen ben ik het seizoen weer terugkijken deze week. En toen dacht ik bij mezelf. Lanslot, je staat altijd op de goede positie bij. Ja. En dan schrik je wel als je terugkijkt. Dan denk je, oké, ik ben uit mijn tunnel geflikkerd. Maar als ik nou kijk naar Lanslot, ja, dan zie je hem gewoon op de juiste positie staan. En waar ik hem het beste heb zien mollen van het hele seizoen. En waarom ik echt denk, oké, we kunnen gewoon bijna wel zeker zeggen, Lanslot is het. Is met de Hoefijzers. Daar heeft hij gewoon, alle drie de kleuren heeft hij gewoon invloed op gehad. En ik weet ook, de bom is afgegaan. 5000 euro is veel. Maar het kan wat Kim had gezegd, die strakke. Ja, dat hij vertrouwen probeert te wekken. Dat de druk van de groep zo enorm was dat hij het niet kon. Maar ja, je werkt er twee keer naartoe. Ik vind het een beetje... Ja, daar heeft hij gewoon eigenlijk jammer. Een beetje... Ja, gefaald. Hij heeft gefaald. En dat mag. Je mag als mol falen, hè. Een keer, hè. Een seizoen. Op die bom. In het dagboek van de mol hebben we natuurlijk gehoord van de groep is zo hecht. Dat zegt natuurlijk de mol. Mm-hmm. Er is zo'n groot groepsverband. Dat daarom misschien Lanslot niet die... pasvraag heeft gepakt, want dan word jij natuurlijk weer heel erg in het zonnetje gezet. Van, oh ja, ben verdacht. En niet op de goede manier natuurlijk. Ja. Daarom misschien er niet voor heeft gekozen dat de druk van de groep te groot was om voor troeven te gaan. Precies. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Maar we hebben het een beetje veel over comfort en over Toos en over Lanslot. Jij wil ook nog wat voor je tunneltje, hè? Ho, 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 niet mijn tunnel.
Mijn tunnel is ook Lancelot geworden. Dat zei ik in het begin, zeg maar. Nee, maar... We gaan met z'n vieren bij één iemand. Maar voor de mensen die in de Ruben-tunnel zitten... Tim dus? Nee. Nee, ik zit in de Lancelot-tunnel. Ik ben toegevoegd. Ja, ik ben toegevoegd in de groep. Maar... Ruben, die moest als eerst moest natuurlijk een autootje gaan rijden. Een afstandsbestuurbaar autootje. Dat ging die hoor. Ging die rijden zo. De gaspedaal zit rechts, weet je wel. En toen ging die rijden en toen kwam die daar zo uit. En toen stond die schuin blijkbaar. Dus Lancelot helemaal roepen van, je staat schuin, je staat schuin. Hij eigenlijk dus iets naar achter, zo recht, beetje recht. Die bus die komt eraan rijden. Nou, eerste keer gaat goed, ja. Comfort ziet, oh ja, dat is groen. Ruben zegt... Nou, ik zie eigenlijk wel geel. Ik heb dat wel. Volgende rondje. Ja. De zon, dat goeie. Volgende rondje. Rijdt de bus vol het autootje over. Dat was het einde van het autootje en de dure GoPro die erop zat. Die leek ja. Doei geld. Maar... Mocht Ruben winnen, is hij zijn geld al kwijt. Ja, ja, precies. Maar dat kan dus de actie zijn geweest van Ruben, maar ook van Toos. Ruben zegt namelijk in zijn test, zegt hij ook wel dat hij het heel verdacht vond, dat Toos over het autootje heen reed. Ruben had namelijk door dat de busband over het autootje zou zijn gereden en niet andersom dat het autootje rechtdoor was gereden. Ik denk dat het gewoon een fout is geweest van Ruben als kandidaat zijnde. Dat hij gewoon, oh, oeps, ik ben iets naar voren gereden, wat niet helemaal de bedoeling was. Ja, want iedereen verklaarde in de bus weer te andersom. Ja, daarom. Dat ze een autootje opzij zagen gaan. Op het moment dat de bus er overheen wou rijden. Ja. En maar ligt komen dat, we... Sorry. En dan ligt dat de bus instuurt natuurlijk voor de bocht. Ja. Ja. Maar dan komen we nu nog bij... De kleuren. Donkergroen was de goede kleur. Comfort zei groen en Ruben zei geel. Ja. Nou, uiteindelijk besloten ze op een of andere magische manier dat het dan geel zou moeten zijn. Ja. Door Toos en Lancelot. Terwijl als ik commie was geweest, geen goed voorbeeld dat ik ben kleurenblind. Stel Dinant was commie geweest en die had echt gezien dat het groen was. Dan had hij dat echt doorgedrukt als kandidaat, denk ik. Ja. Waarom? Dat vind ik wel weer verdacht van Commie. Waarom heeft zij ervan afgehouden dat Ruben geel zei? Ja, ze kon natuurlijk nu wel een beetje de schuld aan Ruben geven. Van ja, Ruben die heeft geel gezegd. En ik heb echt groen gezegd door jullie er echt bij moeten houden. Ja. Dat heeft ook een goede molactie kunnen zijn. Voor Giovanni. Speciaal voor Giovanni Haak. Die nog in de tunnel van Comfort gelooft. Maar in ieder geval was het wel verdacht dat Ruben geel zei. En later, als hij in de auto zit, dan, toen zei hij ook nog van... En nu nog de kleur. Zei hij. En toen was het de verkeerde kleur. Waarop, wat zoals Kim ook eerder zei, Lancelot heel erg induwde van... Ja, het is geel, het is geel. Ja. Ja. Ja, mooi verhaal. Mooi, hè? Ja, maar wat daar gebeurt als kandidaat dan natuurlijk... Je moet die kleuren zien als, niet als kleuren denk ik, maar ik denk jouw verdenkingen op wie jij bedenkt. Ja. Kijk, stel Comfort zegt, die zei groen nu en ja. Ruben die zei geel. Maar ja, wat ga je niet doen als kandidaat, als Toos zijnde of als Thomas zijnde? Ga jij je kaarten open geven? Ga je dan voor Comfort kiezen? Of ga je voor je verdachte kiezen Ruben, als je op Ruben zit? Ja, dan moet je daar een keuze in maken. Dus ja. Ik denk... Ja, waarom ze daarvoor zijn gegaan, ik weet het niet. Maar ze gaan Comfort zeggen en ze vertrouwen Ruben niet. Maar ik denk omdat ze Ruben niet vertrouwen, zeggen ze... omdat ze Comfort verdacht vinden, zeggen ze Ruben. Ik weet het niet. Nee, en daarom vind ik het verdacht dat iedereen bij de test... dat er zo erg nadruk op wordt gelegd dat iedereen op Ruben zit. Behalve Ruben zelf, die zit op Toos. En Thomas zat totaal niet op Ruben. Daarom gaat hij volgende week naar huis, denk ik. Ja. Ja, ik hoop het. Maar Dinant, heb je iets gezien in deze hele aflevering? Want volgens mij heb jij geen theorie. Ja, dat ik het natuurlijk ook gewoon heel raar vind van Ruben ook. Maar dat Toos de hele tijd wel boven de 20 heeft gereden. Ja, dat vind ik
geen moe-acties maakt. Nee. Dus dat vind ik wel wijs dat hij wel echt een kandidaat is. Ondanks dat hij over die dat autootje heen reed. Ja, he. Ja. Ja. Dat zijn er wel allemaal. Ik vond hem zo sneu zitten daar. Hij zat daar zo van, oké, ik ben eigenlijk alleen maar aan het luisteren. Dus ik dacht, ik mag ook even zo'n momentje. Dinant, wil jij nog wat vertellen aan ons? Wat zou ik vertellen? Weet ik niet. Ja, weet ik niet. Ik vind eigenlijk wel dat jij een betoog mag schrijven van 1000 woorden over wie jij denkt dat de mooi is. Nee. Kun je gewoon aan de AI vragen? Ja. Ja. Meneer Tim hier, meester Tim hier zo. Meester Tim. Volgende week heb ik het voor je af. Even mijn brilletje pakken. Nou ja. Dan gaan we nog even een terugblikje doen. Nee, dat gaan we niet doen. Want volgende week is deze volgende aflevering is het nog geen finale, Tim. Dat is pas volgende week. Laat maar. Mm-hmm. Ja, ik zat mijn video klaar te maken. En ik denk, is het nou de 8e aflevering of de 7e aflevering? 7e, ja. Omdat ik heel erg met die vakantie zit. Want ik heb hem vandaag gemaakt. En dan denk ik, maar ik vergeet heel aankomende zondag. Die vergeet ik gewoon. Ja. Maar goed. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Ja, die klap-klap kan zien als morsecode M. Ja. Dat vind ik wel goed gevonden. Kan ja. Zo'n klein dingetje zijn waar ze in België wel van houden. Ja, voor de rest nee. Nee, voor de rest niet. Nee. Andere leuke dingetjes, maar dat heeft wel met de mond te maken, maar ook weer niet. Zeg maar, het schijnt geen hint. Vertel. Vergeet niet op de mottest.be de vraag te maken. En ga even naar mijn video, mijn laatste video, want ik heb weer een hele leuke winactie. Oh ja. Oh, ja. Ja, dat. Ja. En jullie mogen ook meedoen, hè? Dus, Dat is een vrijstelling en een pasvraag, hè? Geabonneerd zijn en je moet een reactie zetten wie jouw mol is en waarom hij of zij jouw mol is. En dan kan je dus een pasvraag en een vrijstelling winnen. Want aan het eind van het seizoen, de persoon die de mol goed heeft en dus een leuke reactie heeft, ga ik er één persoon uitkiezen en die wint dan twee. Ja. Ik ga je zeggen, ze zijn echt heel leuk. Ja, ja, ik heb ze gezien. Zeker weten, ik vond ze mooi. Ja. Dus jullie meedoen, de mensen die de podcast luisteren meedoen. Iedereen allemaal meedoen. Allemaal meedoen. Ja. Ja, allemaal meedoen. Allemaal meedoen. Iedereen die dit luistert. Iedereen. Iedereen, ja. Iedereen. Nu overslaan, iedereen. Iedereen. Dus jij ook. Degene die dit nu aan het kijken bent, jij moet dit ook doen. Jij, daar, jij. Net zo. Net zoals dat je moet... Ja. Onder staat de link. Kan je gewoon openen, kan je klikken. Ja. En dan kom je er vanaf. Ja, je moet gewoon naar de kanaal gaan. Ja. Ja. Oh, en wat is er nou eigenlijk met die poll van vorige week uitgekomen? Over de afsluiting van Arjan. Dat ben je lekker helemaal vergeten. Ik heb namelijk wel gewoon gestemd. Dat ben ik echt... Dan mag het gewoon zo houden, Arjan. Helemaal vergeten. Oh ja, die houden. Die houden, of de houden moet weggaan of gewoon niet. Nu op je Insta gaan zetten. Even dan kijken. Kun je het er nu nog uitknippen of erin houden. Is goed dat de kinderen aan denken. Kost wel even. Er zijn maar liefst. Hè? Weet je hoeveel stemmen er zijn? Nee. Hoeveel denken jullie? 5. 2 stemmen! Ja. En weet je wie dat zijn? Dat zijn Kim en dat ben ik. Ja, dat is heerlijk. Sabotage. Sabotage. Dan doen we hem nu op Insta. En dan doen we hem allemaal op Insta. Ja. Dan... Dit is sabotage. Dit vind ik echt sabotage gewoon. Invloed. Maar ik heb gestemd. Ja, maar kijk, ik ben de ik heb kritiek voor dat die jou doen gewoon mag kijken. Nee, maar Arjan. Tim, ik heb kritiek op de makers. Maar Arjan, het is heel positief, want de antwoorden zijn jawel joh, blijft leuk. Oh, dat is goed. Hou je zo. Oh, hou je zo. Oh, dat is toch. Echt. Nee, maar wil iemand nog iets kwijt of niet? Ja, Tim, wil je nog wat kwijt? Wie gaat er afvallen? Nou, jongens. Wie gaat wie zijn jullie? Wie gokken jullie als finale?
finalisten. Als finale, als finalisten. Ja? Giel, die heb ik goed. Echt? Oh. Ja, ik denk Giel in de finale. En dan Hansel, natuurlijk. En ik denk toch Commy, omdat ze de voorkennis heeft over wie de mol is. En dan denk ik... Oeh, die wordt spannend, jongen. Toos. Ruben eruit. Ben ik het mee eens? Ah ja. Oh. En waarom denk ik Ruben? Omdat Ruben deze laatste aflevering heel verdacht in beeld kwam. Klopt. Ruben is heel verdacht. Daarom denk ik, ja, die gaat eruit. Ruben is zelf gewoon heel verdacht. Tijd hebben, veel in beeld komen en dan volgende week eruit. Ja, doei. Doei. Alleen maar meer confirmatie dat het Lancelot is. Doei. Ja, dat denk ik ook. Alhoewel. Alhoewel. Kom vooruit gaan. Want dan is het voor die twee andere finalisten ook nog een beetje spannend, zeg maar. Want anders dan gaan die natuurlijk om elkaar. Ja, maar dat doen de makers niet. De makers gaan uit van testresultaten. Ze gaan er niet vanuit wat ze zelf willen. Ja, dat klopt. Maar... Volgens mij zitten er nog best wel wat mensen op Toos, toch? Klopt. Maar, jongens, over testresultaten gesproken. In aflevering 1 en 2 zat Ruben al op Lancelot. En voor de rest op allemaal afvallers. Ja, dan gaat Ruben... Nee, die gaat gewoon naar huis. Ja, want Ruben zei toch ook, mijn hoofd is saus. Ja. Ja, want hij zit elke aflevering op de afvaller. Daarom. Dus daarom, ja, denk, tot ik ook, daarom hij... denk ik dat hij eruit gaat. Maar tot dusver zit hij elke aflevering op de afvaller. Ja, maar als je zeg maar op een groep stemt en je zegt de mol is een man, dat is goed, dan kan dat nog steeds. Stel je zegt, Thomas is mijn mol, de mol is een man, maar dan stem je ook op Toos en Lancelot. Dus dat klopt. Dat hij net aan steeds, net één of twee vragen goed heeft, waardoor hij zo door is gegaan. Ja. Dat zou bij Soy, dat als hij één of twee vragen minder goed had, hij al in aflevering 3 of zo afgevallen was. Klopt, maar ik vind het wel grappig om te zien. Maar nee, toch... ik denk Ruben gaat eruit. Nee, maar Ruben is niet de mol, Ruben gaat eruit. Ja. Sorry voor iedereen die op Ruben zit, maar hij... Ruben gaat eruit, denk ik. Vraagd. Ruben zou wel zo'n leuke mol zijn. Maar, Lancelot is ook een leuke mol. Ik hoop wel dat hij ons nog kan horen. Tienans iPad ligt eruit. Kan je dat niet over een kwartier doen of zo? Ja, de laatste 5 minuten. Ja, echt. Oh, Tienan toch. Maar jongens. Wie is de mol? Ik kreeg nog een appje binnen. In die groepsapp. En dat is Ilse, die kijkt ook altijd mijn video's en die luistert volgens mij ook. Volgens mij luistert zij ook de. Dag Ilse. Tweede in hand. Wie is gastgebruiker? Ja, dat ben ik. Oh, dan ben jij. Hey, Dinant. Ken je al ergens van. Nee, maar Ilse die kijkt altijd mijn video's en ook de podcasts en zo. Dacht ik. Weet ik eigenlijk niet of zij ook de podcast luistert. Zij ziet dat het onderste frame van de bus ook geel is. Er zit ook iets geels in de frames. Kijk, ja, dat kunnen jullie niet zien. Zal ik de foto even doorsturen? Ja, het even doorsturen. Ik stuur hem gewoon even door in de groepsapp, ja. Wij heel goed aan... Oh, in de groepsapp. Ja, want ik kan het niet hierin sturen. Stuur door. Dit. En dan zie je dus, ik zal hem ook een beeld laten zien straks, dat het er een stuk geel is. Dus dat het niet zozeer allemaal groen is, maar er zit ook gewoon een stuk geel op die bus. Ja, dat is een beetje wat ik zei. Dat is een beetje weerkaatsing van het licht en dat haar. Dus we weten genoeg, jongens. Weerkaatsing van het licht, dat zei ik ook al tegen jou toen Kim er nog niet was, Tim. Ja, klopt. Het weerkaatsing van het licht zei je inderdaad ook. Want ik zag ook geel. Ik zag geen groen de eerste keer toen ik het zag. Toen keek ik alleen naar mezelf. Toen dacht ik, oké, het is nog ineens zo verkeerd wat hij zag, hoor. Dus Ruben zei gewoon wat hij zag. Daarom was hij zo stellig. En Commy zag wat hij zag. Als kandidaat. Allebei. Maar ik zag sowieso niks qua kleur dus. Nee? Heb je naar kleur gezien? Mijn kleurbinten. Oh. Jij zag paars. Nou. Paars is wel heel overdreven. Nee, ik zag iets van grijs, bruin of zo weet ik veel. Dinant, heb je kleur gezien?
Ja, ik zag groen. Ja, ik ook. Groen. Oh. Oh. Ellen het goed. Oh. Wij hadden gewoon geld verdiend. Wij wel. Die andere... Ja, Arjan. Ja, ik vind het wel weer een beetje verdacht, hè, die twee. Ja, maar maakt niet uit. Hun werk niet geloofd. Mijn werk geloofd. Ja, maar ik vind ze wel weer verdacht samen zo. Ja, dat is ja. En geen kleur zag. Waarom zie jij... Jullie zijn verdacht. Jullie zien geen kleur. Ik zie meerdere kleuren. Die is ja? De mol. Dat is een Nederlands tv-programma wat uitgezonden wordt in januari tot en met maart. Het wordt gepresenteerd door Rick van der Westerlaken. Heeft tot dusver. Wie is de hoofdverdachte? Oh, dat bedoelde je. Heet. Ja, oh, hoe heet de mol? Oké, dat is iets anders. Lanslot. Moest je daar niet over nadenken? Nee, Lanslot. Oké. Okay. En Kim, wat zal Kim gaan zeggen, denk ik? Nou, ik denk toch echt dat het Jules is. Ja. Jules van Bouwel. Jules van der Kosten, natuurlijk. En ik dacht Jules van Bouwel, die was er toch ook bij? Maar, nee, Lanslot. Tuurlijk. Ja. Mooi. Arjan? Arjan? Of is het Nick en Simon? Nog even nadenken. Laat Dino maar even. Ik weet het nog niet. Twijfel. Lanslot. Wat? Oh? Waar is de twijfel? Met wie? Welke is de ander? Ja, niet eigenlijk. Oh. Ik denk Lanslot, maar om het leuk te houden zeg ik Ruben. Oké. Okay. De oudste. Maar even, Arjan. Jij zegt... Ruben gaat volgende week... Arjan die zegt... Arjan zegt Ruben gaat volgende week afvallen. En nu zegt hij... Ruben is de mol. Anders is het niet leuk. Ik had eindelijk hoop. Ik dacht, Arjan en ik gaan op dezelfde mol zitten nu. Maar natuurlijk niet. Nou, het is Lanslot, dus ik kan er niet omheen. Maar dan zeggen we alle vier Lanslot. Ja, dat is een beetje saai eigenlijk. De vraag in de poll wordt nu, is Lanslot de mol? Bij deze? Nee hoor. Geef jullie al het hele seizoen gelijk. Daar ben ik blij mee. Mag wel even... En we baden daar zelf ook wel een beetje van eigenlijk. Ja, maar het zou fijn zijn als we nu gewoon even allemaal een seizoentje weer goed hebben, toch? Ja. Precies. En gewoon met z'n allen. Niet alleen Kim. Ja, je kan er niet omheen. Ik heb erg genoten van... Ik kan er gewoon niet omheen. Het is Lanslot. Ja, het is Lanslot. En Jurre. En Jurre. Ja. Oh ja. Hé, hij is jarig. Oh ja. Ja. Jurre is jarig. Gefeliciteerd. Dat wist jij, Tim. Dat wist ik. Nee, dat wist jij helemaal niet. Jurre was ik. Dat wist ik door jou. Jij zei dat. Ja. Ja, dus ik wist het wel. Ja. Nu weet ik het. Nee, maar volgens mij hebben we een beetje alles bespreken van deze aflevering, denk ik. Ja. Nou, bedankt weer voor het luisteren en het kijken naar onze mooie gezichtjes. van ons alle vier. Jullie staan voor eeuwig op het internet nu zo. willen jullie... volg de podcast zeker om nog meer afleveringen daarvan te zien. En te horen en te luisteren. En op Spotify, op YouTube. En dat was het wel. Op Google Podcast volgens mij ook. Maar dat terzijde. Geen idee. Abonneer zeker op Kim Kogé en op Tim Uitroepteken. En op Mollenjager/2023 op YouTube. ja. Dinant heeft geen YouTube. Maar daar moet je hem even volgen op Insta. @WEDM_2023/hints. Ja. Toch? Ja. Dan gaan we nu nog even naar het laatste. Wat is er? Niks. Jij lacht. Waarom lach jij? Nu komt er weer iets over de liefde. Nee, we gaan nu even het laatste woordje zeggen. Het laatste woordje. Dat is altijd moeilijk. Houdoe. Nee, laters. Houdoe. Houdoe. Laters. We gaan trouwens wel even deze poll gaan we wel even op Insta zetten allemaal. Ja. Gewoon even, Tim die zegt het gewoon en wij... Ja, ik zorg ervoor... Wij posten die van jou. Ja, doe dat maar. Moet jij op ons even taggen? Ja, dan doe ik als de podcast ook online is, zeg maar. Dat is leuk. Laters. Houdoe. Houdoe.
Dat was het. Dat was het al hoor, Arjan. Ik deed Lance op maar. In mijn stem. Ja. Doe nog eens. Houdoe. Even. Hij is nog aan het opnemen. Nee, oh, echt? Ja. Ja? Ja. Echt? Stop, zet die knop uit dan. Oh, hoe werkt dat? Ik moet Tim doen. Hoe werkt dat? Nou, op een knopje ja, klikken. Oh. Maar klaar. Voordat we daar moeten doen, Dinant, hoe gaat het in de liefde? We kunnen ook op het ophangknopje met z'n allen. Veel plezier allemaal aankomende zondag. Doei doei. Houdoe. Arjan denkt, ik heb er nu genoeg van. Stop die podcast nou nu. Gaat hem nu en hoe heet Anaatje nou dan, Tim? Hoe heet ze? Wie? Nicky, toch? Anaatje. Met de AI. Nee, niet Nicky. Dat heeft Dinant nog door. Nicky. Ik denk zelfs... Ik denk zelfs dat Nicky... zo erg is dat ze alles van mij kijkt. Ja, denk ik wel. Dus... Even voor, Dinant, jij had het doorgestuurd, hè? Dat denk ik.